Goedenavond, dames en heren. Volgende woensdag keer C-kwartet op 5. Niet s'avonds, wel in de namiddag. Niet met de dravers, wel met de volbloeden. Ze zijn met z'n 16e en ze moeten 1500 meter afleggen. Voor één keer heb ik een prognose opgesteld, niet op basis van de paarden, maar op basis van jockeys en of hun trainers. Voor in het nummer 3 van Navajo met Henri van de Vuur. Navajo is de absolute regelmaat, Henri van de Vuur dat is topklasse en onlangs nog een vijfde plaats in het Jersey, dat is mijn basis. Dan het nummer 4 van Grand Siècle met Danny Considérant. Die zijn regelmatig en daarboven zeer goed in amateurrennen. 3 keer gelopen en 3 keer aan de finish. 1500 meter in Bosvoorde is daarboven de specialiteit van Grand Siècle. En dan het nummer 13 van Hotware. Daar heb ik het over de trainingswissel naar de stal van meneer McGarity. Winst in Oostende, dan ook winst in het Jersey en dan een tweede plaats, absolute topvorm dus. Mijn prognose voor woensdag namiddag, 3, 4, 13, 2, 11 en 12. Net voor de ren over 1400 meter meldde het nummer 18 IJsberg af, dus wipte ze nog met zijn 17e uit de startbox onder het commando van Jeroboam, het nummer 4, Warrior Lord, het nummer 5 en Mobdi, het nummer 8. In de enige bocht komt Dekka Sweet, het nummer 10, naar de leiding, op eerbiedwaardige afstand gevolgd door Bluebell, het nummer 16 en het nummer 3 van Tamara in de turquoise kleuren. Ook Pinut Vendor aan de kort met het nummer 1 en Red Breeze met het nummer 2 helemaal buitenom komen zich in de strijd om de overwinning mengen. Met nog zo wat 150 meter te gaan lijken ze nog allemaal een kans te hebben, tot Patrick Massager als tweede van rechts de beige kleuren van stalpijpen vooruitstuurt met Pinut Vendor. En meteen is de race gelopen. Bluebell wordt duidelijk tweede voor outsider Mubdi met het nummer 8. De finishfoto haalt Red Breeze en Lauwe uit elkaar voor de kwartet in de top 5. De 5 dure cijfers van vandaag zijn dan ook 1, 16, 8, 2 en 1. Dat Pinut Vendor het gemakkelijk haalde, bewijzen deze beelden nog eens. Zoals jullie weten van vorige les, wordt in een redoxreactie de oxidator of de oxidatie. Iedereen dezelfde kansen. Vergeet het maar. In de Verenigde Staten lieten de jongste 10 jaar bijna 20.000 proefdieren het leven bij experimenten met auto's. Naar aanleiding van de Werelddierendag stelt Zeker Weten morgen dinsdag de vraag of men moet doorgaan met experimenten met levende dieren in laboratoria, aan universiteiten en bij onder meer de farmaceutische en de cosmetica-industrie. Wie daarbij zijn zeg wil hebben, kan nu bellen naar de redactie van Zeker Weten op het nummer 02 741 5370. En dat nog tot 21 uur vanavond. TV2 is er om 8 uur met Lichtpunt, een programma van de vrijzinnige verenigingen. De werking van het spijsverteringsstelsel en de rol van vitaminen worden belicht in Keukenwijs om 9 uur. Om 10 over 10 volgt de slotaflevering van de Italiaanse reeks De Verloofden. Dat is allemaal wat betreft TV2. Bij ons op TV1 zit u goed voor een quiz, een feuilleton, een detectiveverhaal en ook nog een consumentenmagazine. Om 7:55 beleven we op een Franse camping de vakantieavonturen van de familie Dobbelsteen mee in Zeg eens A. Om 8:30 wordt er weer gepuzzeld door 3 vrouwelijke kandidaten, dingend naar de titel van de TV1 Denksportkampioen. De wereldberoemde detectieve Hercule Poirot die wordt vanavond om 9:10 letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Tijdens een tentoonstelling wordt een bloem naar hem genoemd en daar leert hij een jonge Russische migrant kennen die duidelijk in problemen zit. Emile en Rita wikken en wegen om 9:55 een aantal producten in op de koop toe. Onder meer elektronische piano's en grootvolumewagens, de zogenaamde Space Wagons. Om 11:00 is er dan nog een programma van de Socialistische Omroep. De regeringsbeslissingen van gisteren worden in Vlaanderen zeer slecht verteerd. In Zaïre is oppositieleider Etienne Tshisekedi aangewezen als nieuwe premier. De Europese gemeenschap heeft beslist, er gaan geen troepen naar Joegoslavië. Dames en heren, goedenavond. België levert opnieuw voor 2 miljard wapens aan Saoedi-Arabië.
Dat is gisteravond beslist, niet door de Belgische regering, maar door een groepje Waalse ministers binnen die regering. Zo'n ongebruikelijke regeling was in het weekend uitgedacht om te beletten dat het kabinet over de kwestie zou vallen. De crisis is nu beperkt gebleven tot het vertrek van de Volksunie uit de regering. Een grote overwinning voor de Franstaligen, zo noemde PS-voorzitter Spitaals deze afwikkeling. De Franstalige partijen hadden ermee gedreigd de vergunningen voor de Waalse wapenfabrieken te laten verlenen door de Waalse gewestraad, als ze hun zin niet kregen. Hoewel die raad daar helemaal geen wettelijke bevoegdheid toe heeft. Vanmorgen heeft de raad op een bijeenkomst in Namen met voldoening geconstateerd dat het niet meer nodig was. Om u een idee te geven van de stemming in het Franstalige landsgedeelte, tonen we u het verslag over de zitting in Namen van onze collega's van de RTBF. La salle du conseil régional wallon ce matin à Namur. Le terrain était praticable. Tous les acteurs étaient en place, mais le match a été en partie remis. L'intention de ceux qui avaient voulu réunir l'Assemblée était que l'exécutif wallon se déclare compétent en matière de licence d'exportation et que le conseil régional réaffirme sa confiance en l'exécutif. De la sorte, le gouvernement wallon aurait pu autoriser lui-même l'exportation des armes de la FN et de Mécart, un véritable coup de force institutionnel de la part des wallons. Mais l'accord intervenu pendant le week-end entre ministres du gouvernement Martens a rendu cette initiative inutile, sauf a réaffirmé la quasi-unanimité wallonne en la matière. Chaque région supporte seule la charge financière et sociale de son économie. Il n'est plus question qu'elle dépende à l'avenir des états d'âme ou des calculs d'une autre région du pays. À l'ordre du jour de la séance de cet après-midi, une autre source de conflit entre wallons et flamands, l'agriculture. Le Conseil régional devrait adopter unanimement un texte réclamant des mesures urgentes en faveur de l'agriculture wallonne. Une agriculture trop souvent sacrifiée au profit de celle du nord du pays. Et demain, sans doute, une agriculture à régionaliser, d'urgence. De regeling om los van de gewestregeringen binnen de nationale regering gewestelijke ministercomité's te installeren, die voor een bepaalde materie eigenmachtig kunnen beslissen, is gisteravond in het journaal door een specialist ter zake, professor Senel, in strijd met onze grondwet genoemd. En ook vandaag is er nog scherpe kritiek gekomen. Het overlegcomité van Vlaamse verenigingen spreekt van een nederlaag voor Vlaanderen. De CVP-jongeren eisen zonder meer dat de koninklijke besluiten waardoor die ministercomité's dit weekend mogelijk zijn gemaakt, worden ingetrokken. De Volksunie gaat tegen de regeling klacht indienen bij de Raad van State. Agalef en Ecolo hebben het over het failliet van de federalisering en ze doen dat opmerkelijk in een gezamenlijke verklaring. De PVV hoopt, zegt ze, dat er ook in de SP en de CVP parlementsleden zullen zijn die de vondst van dit weekend mee zullen verwerpen. De liberalen ontkennen overigens dat zij, toen zij in de regering zaten, in 1974 en 84, ook met zo'n ministercomité zouden hebben gewerkt. Die comité's die in de tijd bestonden, die beslisten niet. Die bereiden alleen het dossier voor en uiteindelijk was het de nationale regering die zijn volle verantwoordelijkheid opnam en die in consensus de beslissingen moest treffen. En dat is het grote verschil met de oplossing die nu is uitgewerkt. U noemt, mevrouw Aalvoet, de beslissing die genomen is eigenlijk een nederlaag voor de vredesbeweging. Waarom? Dat is heel duidelijk, omdat we dus zien dat alle Vlaamse meerderheidspartijen, ook de SP en de VU, uiteindelijk hun toestemming hebben gegeven om die wapens naar het Midden-Oosten te laten vertrekken, als daar maar voldoende andere communautaire garanties tegenover stonden. Als er nu eigenlijk één persoon uit de regering moet worden gezet, dan is het niet zozeer de Volksunie, meneer Schiltz, maar dan is het meneer Moreau. Meneer Moreau die opgeroepen heeft tot een inciviek gedrag. Die gezegd heeft, kijk, we gaan de Waalse Raad bijeenroepen en die Waalse Raad gaat zelf die exportvergunningen uitschrijven. Totaal tegen de wet en tegen de grondwet. Wat men vooral naar de publieke opinie wil opvoeren, is het spel waarbij men zegt, de nationale regering is niet meer verantwoordelijk, nu zijn het alleen die Waalse gewestministers die die slechte beslissing nemen. Terwijl het zonneklaar is dat het wapen